Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zondag 12 april, eerste paasdag. In het noorden zien we wat wolkenvelden, elders schijnt de zon volop. En die bewolking in het noorden gaat geleidelijk aan ook verdwijnen. De temperatuur ligt tussen de 11 en de 14 graden aan het begin van de ochtend. En stijgt geleidelijk aan vanmiddag tot boven de 20 graden. In het zuidoosten kan het zelfs 23 of 24 graden worden. Er ontstaan wel wat stapelwolken en mogelijk dat er ook in het oosten en zuidoosten een enkele buitenontwikkeling gaat komen. Vanavond draait de wind naar het noorden en dan stroomt er ook koudere lucht het land binnen. De temperatuur die ligt rond de 16 graden als de zon ondergaat. Morgen andere temperaturen dan vandaag. Het wordt hooguit 8 tot 11 graden. Er zijn wolkenvelden, maar in de lovende dag breekt ook de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Dinsdag is het ook nog zo'n koude dag met 8 tot 10 graden, maar vanaf woensdag gaat de temperatuur weer omhoog. En donderdag kan het regionaal alweer 20 graden worden. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.